Ik ga jullie het verhaal vertellen van Heidi. In een klein stadje in Zwitserland leefde eens een weesmeisje van 5 jaar dat Heidi heette. Ze had grote donkere ogen, mooie bruine krullen en een lach zo helder als kristal. Sinds de dood van haar ouders woonde ze bij haar tante, Bette. Maar op een dag zei tante dat ze niet meer voor Heidi kon zorgen en dat ze haar daarom naar haar grootvader in de bergen ging brengen. Heidi en tante Bette namen de trein naar het dorpje waar grootvader woonde. Daar vroeg tante Bette de weg aan iemand op straat. "Zoeken jullie de oude heer van de Alp?" riep de dorpsvrouw uit. "Die oude zonderling woont helemaal alleen in de bergen. Hij praat tegen niemand en iedereen is bang voor hem." Tante Bette haalde haar schouders op en Heidi en zij sloegen het paadje naar grootvaders berghut in. Toen ze daar aankwamen, zagen ze een oude man die op een bankje een pijp zat te roken. De oude heer van de Alp had een lange baard en borstelige wenkbrauwen. "Wie zijn jullie?" vroeg de oude man nors. "Ik ben tante Bette en dit is Heidi, uw kleindochter," antwoordde tante Bette. "Het is nu uw beurt om voor haar te zorgen." "Dat is goed. Zet haar koffer maar binnen en vertrek dan maar," antwoordde de oude heer van de Alp bars. Geschrokken rende tante Bette weg. Heidi was ook wel een beetje bang van die knorrige grootvader, maar ze was ervan overtuigd dat hij het niet zo kwaad meende. Dus ging ze naast hem op de bank zitten en keek zonder iets te zeggen om zich heen naar de bergen. Het was lente. Het mooie, zachtgroene gras golfde in de wind en de hellingen van de heuvels waren één bloemenzee. Toen de avond viel, verdween de zon langzaam achter de hoogste top en de bergen gloeiden op in rode tinten. Dat was zo'n mooi gezicht dat Heidi er tranen van in haar ogen kreeg. "Oh, wat is dat prachtig! Wat ben ik blij dat ik hier ben, grootvader!" riep het meisje uit. Toen keek de oude heer van de Alp Heidi voor de eerste keer aan en glimlachte naar haar. Die avond maakte hij voor zijn kleindochter een slaapplaatsje op de hooizolder van de berghut naast een dakraampje, zodat ze van het uitzicht over het dal kon genieten. Grootvader had 2 geiten. Zwaantje en Beertje. Elke ochtend kwam Peter, een herdersjongen, die halen om ze mee te nemen naar de bergweide. Al heel gauw raakte Heidi en Peter bevriend en vaak nam hij haar mee de bergen in. Heidi vond het heerlijk om tussen de gentianen en de sleutelbloemen te dansen en te springen. Na een tijdje kenden ze alle geiten die Peter hoedde bij naam. De zomer ging heel snel voorbij. Daarna werd het herfst en weer later winter. De sneeuw bedekte de bergen met zijn wijde witte mantel. Peter bleef in het dorp en ging naar school. Maar hij kwam vaak naar de berghut om de oude man en Heidi, die zijn beste vriendin was geworden, op te zoeken. Op een dag vertrouwde hij haar toe. "Mijn grootmoeder zou het heerlijk vinden als je haar eens kwam opzoeken. Ze is erg oud en helemaal blind. Ze voelt zich zo eenzaam." "Ik weet niet of grootvader dat goed zal vinden. Ik zal het hem vragen," beloofde Heidi. Maar grootvader was blij dat zijn kleindochtertje zo lief was voor andere mensen. Hij gaf meteen toestemming en de volgende dag al nam Peter Heidi mee op zijn slee. Toen ze bij grootmoeder kwamen, zat de oude vrouw bij de haard. Ze keek heel bedroefd. Om haar wat afleiding te bezorgen, vertelde Heidi wat ze allemaal deed in de bergen bij haar grootvader. "Je hebt het nogal naar je zin bij je grootvader. Hij is dus niet zo onvriendelijk als de dorpsbewoners zeggen," zei Peters grootmoeder. "Hij is de liefste grootvader die je maar kunt bedenken," antwoordde het meisje. Daarna kwamen de mooie zomerdagen weer. En Heidi ging weer elke dag met Peter de bergen in. Maar op een ochtend kwam tante Bette weer naar de berghut. Ze vertelde Heidi dat ze weer mee moest naar de stad. Daar zou ze in een heel mooi huis gaan wonen, bij een zekere meneer Seeseman. Ze zou zijn dochter gezelschap moeten houden, een meisje dat Clara heette en dat niet lopen kon. "Ik wil niet weg. Ik wil bij grootvader blijven," riep Heidi en vloog de oude man in de armen. "Heidi blijft bij mij," zei de oude heer van de Alp woedend. "Mijn kleindochter is hier erg gelukkig." "Luister, grootvader. Heidi is 8 jaar
Het is hoog tijd dat ze leert lezen en schrijven, antwoordde tante Bette. En dus moest Heidi vertrekken. De reis was lang en stemde Heidi droevig. Toen ze in de stad bij meneer Sesemann aankwam, werd Heidi begroet door Clara's gouvernante. Sinds de dood van mevrouw Sesemann heb ik hier in huis de leiding, want meneer Sesemann moet vaak op zakenreis. Dit is zijn dochter, Clara. Je moet haar gezelschap houden, zei die streng. Het verlamde meisje zat in een rolstoel, want ze kon niet lopen. Ze was heel blond en bleek, terwijl Heidi juist heel bruin was en donker haar had. In Clara's ogen las Heidi een heleboel verdriet. Al meteen vanaf de eerste dag had de gouvernante een hekel aan haar. Maar Clara en zij waren al gauw goede vriendinnen en dankzij Heidi werd het verlamde meisje een stuk vrolijker. Ze vond het heerlijk om te luisteren naar de verhalen over de bergen, de geiten, de berghut, grootvader en de lange tochten met Peter. Iedere ochtend gaf Clara's onderwijzer Heidi les. Maar hij gebruikte zulke ingewikkelde woorden dat het meisje er niets van begreep. Ik leer vast nooit lezen, zuchtte ze moedeloos. Maar op een dag kwam Clara's grootmoeder de twee meisjes opzoeken. Die oude dame was echt erg aardig. Ze gaf Heidi een prachtig platenboek. Nu zal ik je eens leren lezen. Je zult zien hoe gemakkelijk het is, zei ze tegen haar. En tot haar grote genoegen merkte het meisje dat Clara's grootmoeder gelijk had. Na een tijdje kon ze eindelijk lezen. Heidi hield veel van Clara, maar ze miste haar grootvader wel. Urenlang zat ze voor het raam en droomde van de bergen. Toch praatte ze nooit met Clara over haar gemis, want ze wilde haar geen verdriet doen. Meneer Sesemann had wel gemerkt dat Heidi van dag tot dag bleker werd. Op een morgen kon het meisje niet opstaan. Ze had erge hoofdpijn en hoestte aan één stuk door. Wanneer ze haar hoofd optilde, werd ze duizelig. Toen Clara hoorde dat haar vriendinnetje ziek was, reed ze snel in haar rolstoel naar haar kamer toe. Maar Heidi, wat is er met je? Vroeg ze met tranen in haar ogen. Je raakt toch niet verlamd, net als ik? Ik zou mijn grootvader zo graag weer eens zien, antwoordde het meisje en barstte ineens in snikken uit. Meneer Sesemann liet onmiddellijk een dokter halen. Toen die Heidi onderzocht had, verklaarde hij: dit kind is werkelijk heel bleek en mager. Ze heeft heimwee. Ik zal haar wat medicijnen voorschrijven, maar als ze weer op de been is, moet ze zo gauw mogelijk naar de bergen terug. Toen het meisje zich beter voelde, liet Clara's vader meteen haar koffer pakken. Clara gaf haar jurken, boeken en 12 witte broodjes voor Peters grootmoeder. Ik zal je missen, Heidi, zei ze met neergeslagen ogen. Ik zal je ook erg missen, antwoordde haar vriendinnetje. Maar eindelijk zal ik grootvader terugzien. Ik zal je nooit vergeten, Clara. Toen Heidi in het dorp aangekomen was, rende ze meteen naar Peters grootmoeder. Toen ze binnenkwam, zat de oude vrouw weer bij de haard. Grootmoeder, ik ben het, Heidi. Ik heb witte broodjes voor u meegebracht. Heidi, je bent het echt, zei de oude dame met tranen in haar ogen. Sinds je weg bent is je grootvader nog eenzamer geworden dan vroeger. Hij praat tegen niemand meer, zelfs niet tegen Peter. Toen besefte Heidi dat ze zo vlug mogelijk naar de berghut moest gaan. Snel liep ze het pad op dat naar het huis van grootvader leidde. Toen ze bij de hut aankwam, zag ze hem op de bank zitten. Grootvader, daar ben ik weer, riep Heidi en vloog hem om de hals. Grootvader begon te huilen. Zo blij was hij dat hij zijn kleindochter weer zag. Al gauw was het leven in de bergen weer net zoals vroeger. De oude heer van de Alp had weer plezier in het leven en Peter nam zijn vriendinnetje weer mee naar de bergweide. Op een mooie zomerdag bracht de jongen een brief mee voor Heidi. Dat is een brief van Clara, riep ze dolgelukkig. Ze komt ons opzoeken en haar grootmoeder komt mee. Peter boog zijn hoofd en zei niets. Hij had een hekel aan de mensen die zijn vriendinnetje weggehaald hadden. Een paar dagen later kwam er een kleine stoet het pad naar de berghut op. Clara's grootmoeder duwde de rolstoel en achter hen liep een knecht met de bagage. Daar heb je ze, riep Heidi en holde hen tegemoet. Clara mocht de hele vakantie in de berghut blijven logeren en van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat genoten de twee vriendinnetjes van de schoonheid van de bergen. Heidi duwde de rolstoel en leerde Clara de namen van alle bomen en alle dieren die ze onderweg tegenkwamen.
Het verlamde meisje fleurde helemaal op en ze kreeg een frisse kleur op haar wangen. Maar Peter zat te mokken, want nu Clara er was, schonk Heidi hem geen enkele aandacht meer. Op een dag trokken ze met z'n drieën de bergen in. Toen het tijd werd voor de lunch, gingen de twee vriendinnetjes in het gras zitten en lieten de rolstoel onder een dennenboom staan. Maar Peter, die nog steeds boos was, wilde niet bij hen komen zitten. Plotseling bedacht hij een heel gemeen plannetje. Als Clara geen rolstoel meer heeft, dan moet ze wel vertrekken, dacht hij. Toen greep hij de rolstoel beet en duwde deze de afgrond in. De rolstoel buitelde van de ene rots op de andere en viel tenslotte aan de voet van de berg in 1000 stukjes uiteen. Hemeltje lief, Heidi, mijn rolstoel! Riep Clara geschrokken. Dat is niet erg, antwoordde Heidi. We zullen je ondersteunen en dan kun je proberen of je een beetje kunt lopen. Heidi sloeg haar armen om Clara's middel en zei tegen Peter dat hij dat ook moest doen. Tussen hen in zette Clara haar voeten op de grond. Deed een stap, daarna nog een. Maar je kunt lopen! Je kunt lopen, Clara! Riep Heidi plotseling. Je bent weer beter! Zo keerden Clara, Heidi en Peter terug naar de berghut, waar ze met kreten van vreugde verwelkomd werden. Vol schaamte en spijt bekende Peter dat hij de rolstoel in de afgrond had geduwd. Maar niemand was boos op hem. Clara bleef de hele zomer in de bergen. Daarna moest ze weer naar huis. Heidi, ik beloof je dat ik de volgende zomer terugkom, zei ze. Je hebt me weer plezier in het leven gegeven en dat zal ik nooit vergeten. Thank you.